Hoi, ik ben Olje en ik ga je vandaag tips geven over hoe je het beste je ontwerp kan tekenen. Een tekening moet altijd op formaat zijn van de werkelijkheid. Dat is best wel moeilijk, dus je moet vaak opnieuw gaan schetsen. Maar het goede is, als je vaak opnieuw aan het schetsen bent, dat je ontwerp langzamerhand verandert en perfecter wordt. Als je niet heel goed kan tekenen, dan kan je altijd ook een schabloontje gebruiken. Dat is eigenlijk gewoon een vrouwen- of een meisjeslichaam waar je omheen kan schetsen. Dan hou je een beetje in de gaten waar bepaalde lichaamsdelen zijn. En dat komt wel vaak goed uit voor een echt ontwerp. Want als jij je tekening zo goed maakt, dan kan ik proberen om hem ook echt zo eruit te laten zien. Ik ben onwijs nieuwsgierig naar wat voor schetsen wij allemaal gaan krijgen van jullie. Dus schiet op, ga lekker thuis aan de slag. En dan, wie weet, zien we elkaar wel in jouw echt ontworpen jurk.